gaan de laatste kilometer in. Krepas doet hetzelfde als Ferry Hollander net deed. Haalt het tempo er een kilometer lang uit. En niemand valt hem aan. Zo gaan ze de Z-Turf-bocht in. Leiding in handen van Nicole Boldwin. Nicole Boldwin leed naar Dream aan de binnenkant. Daarnaast Nieuw Sunshine. Dan Ipriola die er dreigend bij ligt. Achter aan de relingzijde volgt Mr. BB. En ook Lisboa Renka kan het tempo moeiteloos volgen. Ze zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Leiding is nog altijd voor Nicole Boldwin. Halve lengte voorsprong, Nicole Boldwin opnieuw Sunshine. Tempo gaat nu ietsje omhoog. Daarachter aan de relingzijde volgt Late Night Dream. Ipriola ook makkelijk erbij. Dan Mr. BB en dan Lisboa Renka tussentijd 19-7. Tussenkilometer gaat 19. Laatste 500 meter gaat dan meestal weer hard. En die laatste 500 meter zijn we inmiddels ingedraaid. Gaan de laatste bocht nu in. En het is Nicole Boldwin die leidt. Halve lengte voorsprong en inmiddels is hij halverwege de Tjarda-bocht. Buitenkant nieuw Sunshine. Ipriola gaat naar het derde spoor. Late Night Dream hoopt op een gaatje, net als de vorige keer. Maar dat gaatje is er nog niet. Zo komen ze de laatste rechte lijn zo meteen in. Krebas kijkt naar de buitenzijde en ziet daar iets blauws komen. Dat is Ipriola. Ipriola aan de buitenkant gaat hard. Aan de binnenkant Nicole Boldwin. Nicole Boldwin, Ipriola. Lijkt tussen deze twee te gaan. Late Night Dream zoekt het gaatje, maar vindt hem nog steeds niet. Gaan de laatste meters in. En Krebas heeft de zaak onder controle. 14-9. Nicole Boldwin gaat winnen. Ipriola is 2. En Late Night Dream met alles over derde. Vierde plaats is voor New Sunshine. 16-4 voor de winnaar. En daar zijn de voorlopige winnaars van koers 2 in de Prix Hilte Tjalsma. We eren haar vanwege haar kampioenschap in 2023 bij de Amatrices. We gaan straks uitgebreid met haar napraten over het afgelopen jaar. En ze mag op dit moment Bas Krebas feliciteren met zijn zegen met de Nicole Boldwin, paard nummer 6. Een 4-jarige vosmerrie van Virgil Boco uit Tanja de Bruin. Gefokt door de Hebbingen, ook nog in zijn bezit. Trainer Bas Krebas en hij was ook de winnende rijder in 1-16-4. We gaan huldigen inderdaad, Hiltje. Eerst aan jou het woord. Ja, ik zei, wat is dit mooi. Prix Hilte Tjalsma, kampioen. En wie staat hier? Bas Krebas die de koers wint. Ja, ik vind het fantastisch. Iemand die ook een groot aandeel heeft en veel paarden jou heeft toevertrouwd. Ja, tuurlijk. Ja, Bas is, noem ik mijn trainer daarin natuurlijk, voor de paarden die ik mag rijden. En ja, dat is heel leuk. Supermooi. En je hebt er wat leuke dingen meegebracht. En heb je ook aan mensen op stal aangedacht? Ja, want nou ja, je bent zelf ook een beetje natuurlijk altijd wel met de paarden bezig. Dus dan vind ik de rijder, die doet heel goed zijn werk natuurlijk. En dan trainen. Maar de mensen achter de schermen, de groom. Dus ik heb ook nog wat voor de groom. Heb ik nog een aardigheidje meegenomen. Super Hiltje, dankjewel. Ja. We gaan Bas Krebas feliciteren met zijn zegen rondom Nicole Boldwin. Eerst heeft Hiltje de eer. Om Bas te feliciteren en blij te maken met een paar prachtige pakketten. Bas, gefeliciteerd. Ja, bijzonder de Prix Hilte Tjalsma winnen. Ja, dat is wel heel leuk inderdaad. Dat zal die voor ons wint en rijdt, maar meestal wint 1 op 3. Nee, fantastisch. Heel leuk. Ik had niet gedacht te winnen, maar toen ik de kop kreeg, ik denk, nou, nu zijn er mogelijkheden. Ik kon tempo even stilzetten en Mary kwam super naar huis. Is het een heel ander paard van kop af? Nou, kijk, als je niet van kop hebt, dan heb je de snelheid niet voor jezelf. Als je dan tempo druk onderweg, dan moet je van te ver komen. Dan kom je wel hard naar huis, maar ben je eigenlijk altijd te laat. En als je de kop hebt, kun je zelf het tempo regelen. En ze is snel genoeg, ja, dat scheelt wel. Super, vooraf was je niet zeker of je de kop zou kunnen krijgen. Kan ze harder vertrekken dan je dacht, of ging de rest misschien wat rustiger weg? Nou, hij begon weer beter een paar keer ervoor. Kijk, de eerste keer dat ik met hem van kop want toen opende die geloof ik in 10 en nu in 13. Dus ik heb wel aardig hard weg. Ja, er zijn natuurlijk al die andere paarden die hard weg kunnen. Super Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi begin van het jaar voor de stal van Bas Krebas met Nicole Boldwin die in 1-16-4 weet te winnen. Tweede werd paard nummer 2, Ipriola. Derde de 7, Late Night Dream. Vierde de 5, New Sunshine. En vijfde de 3, Lisboa Renka. 6-2-7-5-3 is officieel in de Prix Hilte Tjalsma Champion 2023. We gaan de foto's maken met Nicole Boldwin. Bas Krebas, zijn rechterhand Dennis Minema.
En de naamgever van de koers, Hilte Tjalsma, die ook een belangrijk aandeel heeft gehad in de successen van de stal vorig jaar. En daarmee zelf de gouden helm verdiende. Waarover later meer straks in de studio bij Hans en André. Klein vreugdesprongetje van Nicole Baldwin, dames en heren. Geef ze een applaus. Zij winnen hier koers 2 met trainer en rijder Bas Krebs. Start is gevallen. Goede start aan de binnenkant van Mr. BB. Ook Next Goodwin is goed weg. Helemaal aan de buitenkant komt Nicole Baldwin. En nog verder aan de buitenkant Late Night Dream. Vier sporen op weg naar de eerste bocht. En het is Bas Krebas die er als eerste indraait met Nicole Baldwin. Eindelijk heeft hij wat hij wil. De leidende positie daarachter gaat plaatsnemen. Waarschijnlijk Late Night Dream. Die gaat de rug van de leider pakken. Net als de laatste keer galoppade van Next Goodwin. Ook galoppade daar van Max Lady. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. Uitgeschakeld nummer 8, nummer 8 galop. Leiding is in handen van Nicole Baldwin. Daar komt aan de buitenkant een tussenaanval van New Sunshine. Maar die gaat nul op het request krijgen. Krebas gaat niet afgeven. 13-2 is de eerste 500 meter. Derde plek aan de binnenkant is voor Late Night Dream. Op de vierde plaats daarachter volgt dan Mr. BB. Die wordt gevolgd door Ipriola. En achter Ipriola ligt de trainingsgenoot Lisboa Renka. Nu gaat het tempo fors naar beneden. En schuiven ook die andere paarden weer aan. Paarden komen zo meteen in een groepje van 6 de rechte lijn voor de tribune in, onder aanvoering van Nicole Baldwin. Nicole Baldwin, daarachter volgt Late Night Dream. Nou, aan de buitenkant daar schuin naast ligt New Sunshine. Mooie close-up van New Sunshine. Daarachter aan de relingzijde Mr. BB. Daarachter Ipriola in het tweede spoor. Ook Lisboa Renka in het tweede spoor. En daarachter volgt de uitgeschakelde Next Goodwin. Tussentijd 18-8. Gaan de laatste kilometer in. Krebas doet hetzelfde als Ferry Hollander net deed. Haalt het tempo er een kilometer lang uit. En niemand valt hem aan. Zo gaan ze de Z-Turf bocht in. Leiding in handen van Nicole Baldwin. Nicole Baldwin, Late Night Dream aan de binnenkant. Daarnaast New Sunshine. Dan Ipriola die er dreigend bij ligt. Achter aan de relingzijde volgt Mr. BB. En ook Lisboa Renka kan het tempo moeiteloos volgen. Ze zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Leiding is nog altijd voor Nicole Baldwin. Halve lengte voorsprong, Nicole Baldwin opnieuw Sunshine. Tempo gaat nu ietsje omhoog. Daarachter aan de relingzijde volgt Late Night Dream. Ipriola ook makkelijk erbij. Dan Mr. BB en dan Lisboa Renka tussentijd 19-7. Tussenkilometer gaat 19. Laatste 500 meter gaat dan meestal weer hard. En die laatste 500 meter zijn we inmiddels ingedraaid. Gaan de laatste bocht nu in. En het is Nicole Baldwin die leidt. Halve lengte voorsprong en inmiddels is hij halverwege de Tjarda-bocht. Buitenkant nieuw Sunshine. Ipriola gaat naar het derde spoor. Late Night Dream hoopt op een gaatje, net als de vorige keer. Maar dat gaatje is er nog niet. Zo komen ze de laatste rechte lijn zo meteen in. Krebas kijkt naar de buitenzijde en ziet daar iets blauws komen. Dat is Ipriola. Ipriola aan de buitenkant gaat hard. Aan de binnenkant Nicole Baldwin. Nicole Baldwin, Ipriola. Lijkt tussen deze twee te gaan. Late Night Dream zoekt het gaatje, maar vindt hem nog steeds niet. Gaan de laatste meters in. En Krebas heeft de zaak onder controle. 14-9. Nicole Baldwin gaat winnen. Ipriola is 2. En Late Night Dream met alles over derde. Vierde plaats is voor New Sunshine. 16-4 voor de winnaar.